Lia, als je een badje haakt, wat dat zeggen? Lok. Niet roepen en niet wenen. In je eigen bed slapen. Dus, wat kaartje nemen we? Het blij gezichtje kaartje. We zeggen in je eigen bedje slapen. En dat boze kaartje, wat dat zeggen? Dus. Niet bij mama en papa slapen. Nee. Dus, dat wil zeggen, we gaan in onze eigen kamer slapen. Wat wil dat zeggen hier? Die foto, wat wil dat zeggen? Flink. Hier, die foto, wat wil dat zeggen? Flink. Twee duimpjes omhoog. Ja. Twee duimpjes omhoog. Uit angst, uit ja, wakker worden, 's nachts niet willen blijven slapen. Hè. Daaraan toegeven. En dan kwamen we bij jullie slapen? Ja. Misschien het gemakkelijkt, maar nu een palenperk aangesteld. En nu is dat gedaan? Is gedaan. Met perfect mogelijk. Hè. Dankzij die kaartjes? Dankzij die kaartjes, ja. Ik zou het gebruik van de ondersteuning voor het slapen gaan bij Liam zeker niet als eenvoudig voorstellen. Het is zo dat medicatie wel gezorgd heeft dat hij vatbaar was voor de visuele ondersteuning. Dus dat zijn woede- en angstaanvallen 's nachts verminderd waren, enerzijds. En Liam had ook al een leerproces rond het gebruik van visualisatie in de dagdagelijkse activiteiten al geleerd. Dus hij was al vertrouwd met het gebruik van foto's die aangeven wat dat van hem verwacht werd. En dit alles heeft dan gemaakt dat het ook bij het slapen gaan eigenlijk gelukt is.